op Curaçao hebben begrepen door simpele dingen te doen. Zo. Zo hou je toeristen. Brandvriendelijk, simpele dingen, mensen. Een schone stad. Vlakbij Wilhelmina. Klein. Simpele dingen die je kunt doen om te zorgen dat je toeristen in je land krijgt. Hey, ik denk dat ik ken die mensen. Het zijn Surinamers daar die filmen. Eén goedenavond. Hey. Ja. Ik denk dat ik ken hem. Hey, hoe gaat het? Ja, ik zie bekend. Ik zie het ook bekend. Ja, en dat zijn ook de bekende Surinamers. Ja. Hai, doei, doei. Ja, mensen. Je ziet gewoon, heel simpel, een straat waar, net zoals we bijvoorbeeld hebben aan de Sommersdijkstraat, en je kunt lopen. Inderdaad, een enorme schone stad, waar mensen graag komen. Maar eigenlijk de mensen hier hebben begrepen dat je gastvrij moet zijn, dat je vriendelijk moet zijn. Dan komen de toeristen binnen, dus inkomsten voor je land, inkomsten voor jou. En dat zouden we ook in Suriname moeten gaan begrijpen. Nou moet ik erbij vertellen, nou, helaas is het gewoon zo, dat de meeste zaken ook worden geleid en zijn van Nederlanders. Maar weten we dat die mensen zakelijk zijn? Die leiden hun mensen op, die stellen eisen. En maar je ziet gewoon een schoon. Ja, ik heb daar wat mee natuurlijk met schoon. Je hebt een schone stad, geweldig netjes gebouwen. En dit is wat wij ook kunnen. Als we ons maar toe willen zetten om met elkaar te werken. En geen leiders te kiezen die corrupt zijn. En alleen maar voor eigen zak te gaan. Je ziet een land, een klein land met 160.000 inwoners maar. Die dit voor elkaar hebben gekregen. Douchi. Ja, het is, als ik hier kijk, weet je, dan word ik gewoon triest. We hebben natuurlijk geen stranden, maar we hebben geweldige rimboes. We hebben onze geweldige jungle. Maar we hebben geen leiders met visie. We hebben weinig ondernemers die dit doen. En ja, Curaçao draait vanwege het feit, denk ik, dat ja, gaan mensen misschien boos worden. Omdat Nederlanders het de leiding hebben. Die zijn zakelijk, die leiden mensen op. Die zijn netjes. Ja, en dan krijg je dit. Dus ik ben op Curaçao. Carmelita is er ook. Ik heb er nu net vandaag, dus gisteren gekomen. Dus ik ben hier met Carmelita om wat te eten. Ja, dan zie je, weet je, dan. Ja, precies. Dus wij kunnen zoveel doen. Ik zei het ook al. Je hebt Barbados, je hebt Trinidad, je hebt Jamaica. Het zijn allemaal eilanden. Die hebben fruit nodig, die hebben groenten nodig. Als wij nou zouden ons gaan toeleggen om ook dat te gaan doen in de agrarische sector, zwaar zouden pompen, jongen. Nou, dan krijgen we, dan kunnen wij geld verdienen. Want ja, wat goed, alles van Curaçao is import. Ja.
dus ik sta er naar te kijken en ik denk, ja, kijk, wel een beetje klein beetje gezonde jaloersheid van wat simpele dingen die je kunt doen om een land aantrekkelijk te maken voor de bewoners in de eerste instantie zelf, maar ook voor toeristen. Dat is een inkomsten, weet je. Ik heb al hier 4 grote cruises binnen zien komen. Weet je, die mensen komen allemaal van boord, die gaan allemaal in de stad lopen en die geven geld uit. Ja, maar goed mensen, ik ga terug naar de andere toe. Heel gezellig. Oh ja, wat zo grappig is, er zijn een paar mensen die me ook herkennen hier. Dat is wel leuk. Kijk, ze hebben hun voordeel, stranden, maar wij hebben een ander voordeel. Ivo Carmelita en Carmen zitten ook alweer daar. Ze hebben eten al hier. Hallo Carmelita. Hallo. Hallo Carmen. Hallo. Goed, lekker aan het eten? Ja, lekker. Lekker salam. Salam. Ook salam, ook salam. Ook even salam. We zien hier lekker waar we zitten mensen. Prachtig hoor. Oh, je bent naar Marjorie, je bent naar Aruba. Oké, okay, ik ben hier nu. Ik heb vanmiddag het gegeten, dus mijn beren van me. En de vriend van mij is jaren die hier woont. Ze werd me uitgenodigd met zijn vrouw. Ze wil gaan vis gaan eten. Dus mijn beren voor me. Oké. Okay. Eet smakelijk, dames. Dankjewel. Smaakt het? Smaakt echt goed. Ja? Oké, okay, nee, ik heb niks. Ik heb alleen maar een smoothie. Oké, okay, ik ga er wel uit, mensen. Dit is douche corso. Oh, Gracielle, je hebt me gisteravond gegroet. Wat leuk. Ik groet terug. Meedoen. Nog een keer zeggen. Ik pak het. Wat een mooi. Meedoen. En wat is dat? Salade? Salade en patat en salam. Dat ziet er goed uit, hè? Ja, het ziet er goed uit. Maar en jullie hebben alcohol, dames? Dat is heel gevallen. Nee, helemaal niet. Helemaal vakantie, hè? Dan zal ik mijn gasten hier laten groeten. Mag ik... Kan het? Nee? Ja, wel. Mag ik je ook laten zien? Wat bedoel je? Op de lijst, het is live. Het is live? Nee? Hij rijdt er weer vooral naartoe. En hij heeft ook zalm. Ciao, ciao mensen. Tot morgen. Morgen gaan we kijken bij de Kids Carnaval, right? Ja. Ja, oké. Okay. Later. Oh, die andere wil ik laten zien. Gaan we niet dat zwaaien?